En dat betekent dat we gaan beginnen zo. Welkom allemaal hier in de Salon van de Bali. Mijn naam is Lennart Boy. Ik ben de moderator, gespreksleider hier vanmiddag. En we gaan het hebben over waardebotsingen in het publieke domein. We hebben het al over een... ben ik goed te verstaan? We hebben het over een viertal domeinen in dit programma, wat de Bali organiseert samen met het bureau Diversion. We hebben het gehad over het jeugddomein. We hebben het over het onderwijs in brede zin gehad. We gaan het nog hebben over het veiligheidsdomein. En daar specifiek natuurlijk ook politie en justitie. En we hebben het vandaag over de zorg. En het mooie van deze reeks is dat er concrete casussen aan de orde komen. Voorbeelden uit jullie eigen werkpraktijk, waar de professionals die hier op de eerste rij zitten, die ik straks zo meteen aan jullie ga voorstellen, ook over doorpraten. En het is dus niet zozeer een debat in een politieke setting. Het is echt een gesprek, een onderzoek naar hoe nou die verschillende ethische opvattingen zich tot elkaar verhouden. De beroepseed van een medicus versus de ruimte die een patiënt claimt op basis van zijn eigen afkomst. Of een familie die met bepaalde zaken problemen heeft. En hoe ga je daar nou mee om? Hoe zijn die botsingen nou eigenlijk in goede banen te leiden? We denken niet dat we botsingen gaan voorkomen, maar we kunnen wel zorgen dat er een soort van verwachtingsmanagement over en weer is, waarbinnen je je werk op een fatsoenlijke en goede manier kan doen. En misschien zijn er ook wel gewoon rode lijnen. Waar gaan we nou met elkaar van zeggen dat in ieder geval niet? Dat horen we natuurlijk ook heel graag. Wat ook belangrijk is dat we straks jullie ook aan het woord kunnen laten als publiek. Nadat we met het panel de casus hebben besproken, zijn we natuurlijk ook gewoon benieuwd naar jullie eigen waarnemingen en observaties. Het is een compact programma, golfweg tussen 3 en 5. Maar we beginnen zometeen eerst met een algemene introductie op het thema. Chandra Verstappen, die zit hier op de eerste rij. Jij bent programmamanager en je houdt je onder andere bezig met participatie en eigen regie bij mensen in het zorgdomein. Je werkt voor Faros, daar ga je zo ook nog wat meer over vertellen wat die club doet. En ik denk dat het goed is dat we gewoon met jou beginnen, ter introductie van het thema. Chandra Verstappen. Nou, goedemiddag. Ik vind het heel leuk om hier te staan. Altijd ook wel een klein beetje spannend. Dus in het begin trilt mijn stem een klein beetje, maar het gaat daarna vast wel weg. Ik ben dus Chandra Verstappen. Ik werk bij Faros sinds 3 jaar. Daar ben ik programmamanager participatie en eigen regie. Ook nog ouderen en gezondheid. Faros houdt zich ermee bezig om de gezondheidsverschillen die er bestaan onder in de Nederlandse samenleving. om die zoveel mogelijk terug te dringen. Het blijkt dat laagopgeleide mensen 7 jaar gemiddeld korter leven en 19 jaar langer in niet gezond ervaren jaren. En dat is zo'n enorm groot verschil. Daar vinden we dat wat aan moet gebeuren en er kan ook wat aan gebeuren. Vandaag ben ik gevraagd om een inleiding te verzorgen bij dit debat, waardebotsingen in de zorg. En ik had eigenlijk gedacht, ik ga proberen dat... Dat woord botsingen toch een beetje te vermijden. Daarvan kun je zeggen van nou, dat is misschien geen keuzes maken of enzovoort. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om je bewust te zijn van verschillen in waarden en dan elkaar op te zoeken. Om uiteindelijk tot een goede oplossing te komen. Dus dat is altijd mijn basishouding. Je hebt in Nederland ontzettend veel verschillende mensen. In Amsterdam al meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Maar ook nog Friezen, Limburgers, Utrechters. Rasechte Jordanezen, die ook allemaal heel verschillend zijn. En het bijzondere vind ik, persoonlijk altijd, dat de verschillen tussen die mensen, daar kunnen we allemaal veel makkelijker mee omgaan. En op het moment dat het een cultureel verschil is, wat te maken heeft met afkomst, herkomst, soms religie, vinden we, is het eigenlijk ongemakkelijk in ieder geval, op zijn minst gezegd. Het aantal niet-westerse migranten, want daar hebben we het natuurlijk toch vandaag over de issues die op dat vlak spelen in Nederland, dat zorg nodig heeft, vooral mensen met Turkse en Marokkaanse afkomst in dit geval, dat stijgt enorm snel. Op grond van hun leeftijd, ze zijn nu natuurlijk in de jaren 60, 70 gekomen. Ze zijn eigenlijk vaak nog niet eens zo heel erg oud naar de gemiddelde leeftijdprincipes, maar mensen die daar vandaan komen beginnen vaak al tot categorie ouderen te horen als ze 55 zijn. Dan beginnen ze al de klachten, de vele aandoeningen tegelijkertijd, de complexiteit van aandoeningen neemt dan al ernstig toe. Het is heel belangrijk om te beseffen dat deze groep mensen ook heel vaak laag of niet geschoold is. Het zijn mensen die hier zijn komen werken, sterke mensen die hier keihard hebben gewerkt en die eigenlijk niet of nauwelijks naar school zijn geweest. Het is heel erg belangrijk omdat op school leer je over je lichaam,
Overigens is daar ook nog eens een verschil in het land van herkomst en hier in Nederland natuurlijk. Maar je leert over hoe steek je lichaam in elkaar, wat soort signalen krijg ik, wat kan ik ermee doen. Dat is voor deze mensen niet zo. In ieder geval geen vanzelfsprekende kennis. En dat vergeten we nog wel eens met elkaar. De informatie die daarover zorg is, is heel vaak heel erg ingewikkeld. In brede zin communiceren we toch wel het algemeen op hbo-niveau, terwijl het gemiddelde van de Nederlandse bevolking veel lager ligt. En voor deze groepen, ja, nu zit dat ding zit zo voor mijn hoofd, voor deze groepen nog een klein beetje lager. In deze groepen speelt heel veel eenzaamheid, daardoor veel stress, financiële problemen. En stress is ook van toch echt negatieve invloed op de gezondheid, dat zullen we allemaal weten. In de zorgopleidingen is de diversiteit, zeker in de grote steden, al enorm. Vaak is al meer dan de helft van de studenten heeft een andere achtergrond dan een Nederlandse achtergrond. En ik vind het ook altijd interessant om ook dat dilemma, en dat komt volgens mij in een van de casussen aan de orde. Dat is natuurlijk ook zo, want ook deze mensen die hier een opleiding hebben gevolgd, of misschien wel eerst ergens anders en hier hun stempeltje hebben gekregen, dat ze hier ook hun werk kunnen doen en hun expertise met ons, aan ons kunnen geven. Die moeten ook cultuursensitief zijn. Die moeten ook aan de Jordanezen en de Fries en de Groningen en de Iranezen en de Engelsman zorg kunnen leveren. Dus het speelt overal. En het is heel goed om te weten dat iedereen zijn eigen waarde meeneemt. En ik denk dat dit gesprek is natuurlijk al heel erg lang. Maar sinds een aantal jaren staat persoonsgerichte zorg zo verschrikkelijk centraal in de zorg. Dat is een prachtig anker om ook cultuursensitieve zorg, dat daar voor mij onlosmakelijk mee verbonden is, als je op de individu gericht zorg biedt. Dat staat nu eigenlijk bovenaan aan de agenda voor iedereen. Dus dat zou ook het haakje moeten zijn om met deze groepen wat makkelijker je weg te kunnen vinden. Daarmee ontken ik overigens niet dat er best ingewikkelde vraagstukken zijn. Dat betwist ik natuurlijk helemaal niet. Ook van belang is het begrip integrale zorg. Dus dat er meer aan de hand is voor mensen vaak dan alleen maar problemen op het gebied van puur gezondheid. Waar je voor naar een dokter gaat en al dan niet beter kan worden. Er zijn ook heel veel andere dingen, ik noemde net al een paar, financiële situaties die tot schulden leiden, die tot stress leiden. Soms helpt het meer om daarop te focussen als zorgverlener en te kijken hoe je dan de weg kan wijzen een andere kant op dan dat je zorg verleent. Er zijn natuurlijk heel verschillende professies. Naast mij zat al een huisarts die weer met hele andere problemen te maken krijgt dan ziekenhuizen. Huisartsen struggelen volgens mij al erg lang met de grote vraag die er bij hen wordt neergelegd. Met vaak onduidelijke klachten. Maar steeds terugkomende mensen die het spreekuur heel vol maken, maar waar eigenlijk lijkt alsof er geen stappen gezet kunnen worden. Dus onverklaarbare klachten. En daar spelen taalproblemen natuurlijk een belangrijke rol bij. Het is dan ook verschrikkelijk jammer dat het hele tolkenregime eigenlijk is afgeschaft. Er zijn gelukkig organisaties die ervoor kiezen om toch een tolk in te zetten. Voor eigen rekening, noem ik het dan maar eventjes. Omdat het aan de andere kant van het hele proces ontzettend veel oplevert. Namelijk heel veel tijd. Mensen kun je wel begrijpen. En ook de persoonlijke problemen kunnen worden besproken met professionele tolk in plaats van met een familietolk bijvoorbeeld. Ziekenhuizen krijgen steeds vaker vragen op het terrein van zorg rondom de laatste levensfase. Daar is overigens natuurlijk ook de huisarts en andere professionals zijn er natuurlijk ook bij betrokken. Hoe werkt dat? Wat kan ik wel en niet zeggen? Hoe moet ik dat doen? Daar krijgen wij veel vragen over. Gewoon kennisvragen. Hoe werkt het? Wat moet ik doen? Maar hoe communiceer ik ook met mensen met een andere culturele achtergrond? Wat moet ik wel weten? En ook, wij vertellen altijd, je kunt dus niet alles voor alle groepen weten. Het is ook een heel belangrijk om dat voor jezelf te beseffen. En daarom is het volgens mij zo belangrijk om open en nieuwsgierig te zijn. En vragen te stellen. Bewust te zijn van het feit dat iedereen zijn waarde, dat is de derde keer dat ik het al zeg, daarom zo belangrijk vind ik het dus ook, dat iedereen zijn eigen waarde heeft. Die neem je dus mee, jezelf ook. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat jouw waarde beter is dan die van een ander. Ze staan eigenlijk naast elkaar en je wil komen tot goede zorg voor het individu dat voor je staat. En dat betekent dat je naar elkaar moet luisteren, vragen stellen. En natuurlijk is het fijn om wat kennis te hebben over bepaalde groepen. Te weten hoe grosso modo bepaalde dingen lopen in bepaalde culturen of in religies. Maar het blijft een individu voor je dat een issue heeft. Andere problemen zijn natuurlijk ook dat bijvoorbeeld verloskundigen die zien mensen met een migratieachtergrond veel te laat of soms zelfs wel helemaal niet. Omdat in het land van herkomst en in de familiecontext het hele begrip verloskundige eigenlijk niet bekend is. Ook een
worsteling voor deze groepen. Want ze zien daarna de gevolgen die dat kan hebben. Hoeft natuurlijk niet altijd. Netwerken, dementie, viel net ook eventjes, dementieproblematiek in de wijk. Ook heel belangrijk, mensen zeggen, ik woon in een wijk, er wonen zoveel mensen met een migratieachtergrond. Er zouden toch mensen in mijn dementienetwerk of keten of in mijn geheugenpolie, ze zouden toch er moeten zijn. Maar waarom zijn ze er niet? Ik zie ze niet. Er is daarom ook veel vraag naar cultuurspecifieke zorg. Dus zorg door en van Marokkaanse, door van voor Marokkaanse mensen of Turkse mensen. Wat natuurlijk heel fijn is, als die vraag er is, is het fijn dat het er is. En goed dat het er is als het aan alle kwaliteitseisen voldoet, zoals voor iedereen. Ik denk alleen dat het niet genoeg is. Dat uiteindelijk redden we het daar niet mee. De groei is te groot. We kunnen niet voor al die 180 nationaliteiten mensen uit dezelfde achtergrond met dezelfde taal vinden. Dus we zullen met elkaar een weg moeten vinden om zorg voor iedereen te leveren. Mantelzorgenproblematiek, die sla ik even over, onvoldoende. En ik begon net eigenlijk ook al, er bestaat een beeld van heel veel verschillen, belemmeringen en moeilijke dingen. En ik wil heel graag laten weten, mensen zijn hun cultuur niet, mensen zijn gewoon allereerst gewoon mensen. De verschillen zijn gewoon echt veel minder groot dan we denken. Op het moment dat je open staat, dat je met elkaar een thema of een probleem bespreekbaar maakt en je eigen aanname aan de kant zet, dan kom je een heel eind. Dat wil overigens niet zeggen dat je nooit een conflict hebt. Dat zei jij net ook al, Lennart. Al deze dingen vragen natuurlijk het nogal wat van ons allemaal. Van professionals, maar ook van organisaties waar ze werken. En ook van het onderwijs. Om met het laatste te beginnen. Ik vind het gewoon eigenlijk heel wonderbaarlijk dat nog steeds in de curricula van de opleidingen cultuursensitiviteit, ik geloof een blokje van 2 uur is ergens in de opleiding. En dan is het weer klaar. Terwijl het een integraal onderdeel zou moeten zijn van de opleiding. Eigenlijk zitten overal wel van die aspecten in. Dat vind ik een hele belangrijke. Daarnaast is het ook belangrijk dat organisaties er een idee over hebben. Bewust zijn van het feit dat er overeenkomsten en verschillen zijn. Dat hun medewerkers daarmee geconfronteerd worden. Daar een weg in moeten vinden. En dat het handig is om dat ook aan hen te faciliteren. Dus door natuurlijk kennisoverdracht is er één. Maar ook bijvoorbeeld te leren van medewerkers bij wie het heel goed gaat. Ongeacht wat de achtergrond van diegene is. Maar zijn medewerkers die doen het supergoed. In de toch door andere medewerkers heel, heel erg ingewikkeld ervaren situaties. Nou, gebruik de kennis die je gewoon al in huis hebt. Denk niet dat als ik een Chinese verpleegkundige heb, dat die dan ineens alle mensen met een andere achtergrond dan een Nederlandse wel kan helpen. Want die zit net zo met de handen in het haar met mensen met een andere culturele achtergrond als een ander. En ik denk nog, en ik denk dat ik dan een beetje afrond, ik weet niet hoe het met de tijd precies zit. Ik denk ook dat het heel goed is om van de migrantengemeenschappen zelf ook iets te vragen. Ik denk dat er heel veel mogelijk is op het gebied van kennisoverdracht. Dat mensen meer weten, hoe steekt de zorg hier in Nederland in elkaar? Dat weten mensen gewoon heel vaak niet. Kunnen ze ook vaak niet weten, of het is onbegrijpelijk. Of ze zijn zelf, kunnen ze het niet lezen, of ze zoeken het niet op. Leven in een wat afgeschermde omgeving. En ik denk dat migrantenorganisaties, zoals het Netwerk Oudere Migranten bijvoorbeeld, of een vereniging op het gebied van borstkanker bij migrantenvrouwen, die kunnen ontzettend helpen om de migranten zelf ook meer op de hoogte te laten zijn van wat er eigenlijk kan. Wat is een aandoening eigenlijk? Wat is dementie? Wat gebeurt er als je kanker hebt? Is dat heel erg? Dat is wel erg natuurlijk, maar is het besmettelijk of is het gewoon kennis? En dan op een manier die past bij deze groepen. Daar hebben wij ervaring in door bijvoorbeeld voorlichting over kanker te organiseren voor moeders tijdens de pauze. Als ze de kinderen net naar school hebben gebracht. Veel scholen hebben al zo'n ouderkamer. Nou, daar hadden wij een voorlichting met mensen uit de eigen omgeving. Eigen cultuur in ieder geval konden we dan meestal organiseren. Maar in ieder geval mensen die gewend zijn om met de andere omgang te werken. Soms wat voorzichtiger de informatie te geven. Een andere verhalende vorm te kiezen. En zo kunnen dan thema's toch makkelijker bespreekbaar zijn. Al met al, volgens mij is het heel belangrijk. Ga gewoon in gesprek over de vraag. Dus dat vinden organisaties ook vaak lastig. We hebben zo'n prachtig aanbod, maar ze komen maar niet. Maar dat is wel gedacht vanuit het aanbod wat er is. Ga met de mensen zelf in gesprek en vraag wat hebben zij eigenlijk nodig. Soms zijn het maar hele kleine dingen waardoor een gewone witte organisatie
toch een warm welkom kan heten aan iemand met een andere achtergrond. Hoeven maar hele kleine dingen te zijn. Is niet een wonderbaarlijke magie of een enorme organisatieverandering. En voor jezelf als professional, doe alsjeblieft geen aannames. Vraag ernaar, wees open en nieuwsgierig. Hoort bij je professie volgens mij. En als je dat doet en als je dat ook in het dagelijks leven doet, heb je de leukste gesprekken en de meest waardevolle contacten met mensen. Wanda, dankjewel. Misschien één kleine vervolgvraag, want die vind ik toch wel belangrijk. Je raakte hem net heel even door te zeggen van ja, eigenlijk is het wonderbaarlijk hoe weinig aandacht er in de opleiding wordt gegeven aan wat je dan noemt die cultuursensitieve zorg. Je hebt het over een blokje van 2 uur, terwijl je tegelijkertijd aangeeft, het is gewoon een integrale attitude die begint met die open en nieuwsgierige houding. En andersom heb je ook geconstateerd, er is eigenlijk een kennisachterstand of gewoon überhaupt een gap bij een heleboel mensen met een niet-westerse achtergrond die hier in de loop van de jaren 60, 70 naartoe zijn gekomen. En misschien zelfs ook wel in verband met wat je dan sociale stress noemt, überhaupt eigenlijk een bepaald van hulpeloosheid over je sociale gedrag en de codes en de kennis die je nodig hebt om hier te kunnen wonen en werken. Ik denk dat bij mezelf, ja, dat is dan toch niet nieuw. Waarom laat dat in jullie optiek zo lang op zich wachten dat dat soort dingen in beweging komen? Bijvoorbeeld in zo'n opleiding, hoe verklaar je dat überhaupt? Allereerst, ik vraag me dat ook heel erg af. Maar ik denk dat het er wel mee te maken heeft dat een hele tijd cultuursensitiviteit of cultuuraspecten als iets wat bijna buiten jezelf valt. Hè. De ander moet eigenlijk maar iets doen om naar ons toe te komen, om het maar even in nare wijzijtermen te zeggen. En ik denk dat juist doordat we nu met persoonsgerichte zorg bezig zijn, dat daar echt niet een klein haakje, maar een haak van je welste is om het logisch te maken dat je daar aandacht voor hebt. Met andere woorden, omdat het nu meer die trend is om meer naar de persoon te kijken, zou dit dan eigenlijk meteen logischerwijs meegenomen moeten worden. Maar het verklaart voor mij nog steeds niet, en misschien heb je het antwoord ook gewoon niet, waarom we daar eigenlijk niet voor openstaan. Want ook in bredere zin hoor je in de zorg heel vaak de klacht dat doktoren en behandelaars natuurlijk zo medisch worden opgeleid en eigenlijk niet die sociale kant kennen. Dat blijft toch klaarblijkelijk moeilijk. Daar heb je helemaal gelijk in. Wij proberen er heel hard aan te werken om diversiteit in brede zin. Dus dat gaat ook tussen laag en hoog opgeleide. Dat gaat over communicatie. Om dat soort aspecten naast cultuursensitiviteit ook in het curricula te krijgen. Dus als je weet dat het verschil er moet zijn. En dat je eigenlijk er bent om het ook te maken. Om de uitkomsten van zorg voor iedereen zo gelijk mogelijk te maken. Betekent niet dat je uniforme zorg voor iedereen kan leveren. Want dan kunnen sommige mensen nog steeds niet over het beruchte voetbalhekje heen kijken. Want die blijven dan achter. Nou, we zullen het straks denk ik ook in de panels nog wel even terug horen. We vragen het straks ook aan de huisartsen en de mensen die zich bezighouden met GGZ-zorg, et cetera. Ik ga nogmaals straks die mensen in die panels ook nog heel uitgebreid introduceren. Maar het is denk ik ook goed om nog even iets te vertellen over het werk van Diversion en hoe zij omgaan met dat onderzoek naar die zogenaamde waardebotsingen. Matthijs en Helene, jullie gaan ons kort meenemen in jullie aanpak en ook de zaal een aantal stellingen voorleggen. En als het goed is heb je een eigen microfoon, dus ga je gang. Die hebben wij inderdaad. En een van de aanbevelingen net was, volgens mij doet hij het toch? Jullie horen mij door de microfoon. Een van de aanbevelingen was, ga in gesprek. En dat gaan we ook doen met elkaar. En daar hebben jullie ook die mooie kaartjes voor gekregen. Want wat we zo gaan doen, is dat we een aantal stellingen op het scherm te zien krijgen. En daarover gaan wij met elkaar in gesprek. En de vraag aan u is of u daarmee van helemaal eens tot helemaal oneens bent. De stellingen zijn ook wel, er zitten onderliggende waarden in. Er zit ook wel een interpretatieslag die u moet maken als u de stelling leest. Dus er kunnen ook verschillende opvattingen zijn over die stelling. Dus het belangrijkste wordt om gewoon goed toe te lichten waarom u het daar eens of oneens mee bent. En daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dus het zijn ook geen stellingen waar we over gaan debatteren. Het zijn stellingen waarover we gaan kijken van wie is het daarmee eens, wie is het oneens. Volgens kunnen dat aan elkaar toelichten. Dus wij lopen ook, mijn collega Helene en ikzelf lopen ook een beetje door het publiek om u daarvoor de kans te geven. Als u het woord dan krijgt, wil ik u vragen om wel even uw naam en kort even in 1 of 2 woorden uw functie te zeggen. Zodat we ook een beetje weten welke hoek van de zorg u redeneert. Is dat voor iedereen duidelijk? Dan gaan wij naar de eerste stelling toe. En dat is,
We kijken te veel met een Nederlandse bril naar de zorg. En dat is heel kort nog even naar de introductie die net werd gegeven. Er is natuurlijk een hoop veranderd in de zorg, ook in de Nederlandse samenleving, als het gaat over de uitdaging in diversiteit. Al speelt het ook al wel een tijdje. En er wordt ook nog wel eens over gezegd door mensen van, ja, we kijken daar nog te veel met een Nederlandse bril naar als het gaat over bijvoorbeeld voorbeelden als de laatste levensfase en sterven, de rol van de familie van de patiënt bijvoorbeeld. Dat er te veel met een westerse bril naar gekeken wordt en ook met veel met een westerse bril opgehandeld wordt. Dus die stelling ligt nu voor. Ik wil u vragen om zo meteen het kaartje in de lucht te houden. Van uw mening over deze stelling. Dus van helemaal oneens tot aan helemaal eens mag u één kaartje kiezen. En dat bij voorkeur zo hoog mogelijk boven uw hoofd houden over deze stelling. En graag, nu. Ik zie veel eens. Ik zie ook een aantal helemaal eens. Heel veel goed. Een paar oneens. Ik ga meteen naar een rode toe, denk ik. De oneens. Hi. Hi. Ik ben Brecht en ik werk als wijkverpleeghulp en teamcoördinator. Ik vind het moeilijk hoor. Ik weet namelijk nog steeds niet heel erg goed wat een Nederlandse bril is, concreet. Laatste zorg, denk ik, is inderdaad een mooi voorbeeld, omdat het heel erg cultureel gebonden is. Maar in mijn ervaring wordt er toch wel heel erg veel rekening daarmee gehouden. Wordt er gekeken naar wat de cliënt of patiënt nodig heeft. Maar goed, ik denk dat dat wel altijd beter kan hoor. En wat, als jij een definitie zou mogen bedenken voor de Nederlandse bril, wat zou je daarvan maken? Nou, ik denk dan toch als eerste aan mantelzorg. Dat wij het vrij normaal vinden dat mantelzorgers niet heel erg betrokken, dat familie niet heel erg betrokken is bij de zorg. Maar nee, ik vind het moeilijk om een definitie te geven. Is er iemand die daar wel een idee over heeft? Nog even tussendoor ter verduidelijking, want ik zie dat hier op de beamer is weggevallen. De stelling is een westerse bril. Dat is misschien wat makkelijker om over na te denken dan een Nederlandse bril. Dus we kijken veel op de westerse bril naar de zorg. Is er inderdaad iemand die zegt, ik ben het daar helemaal mee eens? Ik zag net een aantal mensen die zeiden helemaal eens. Of iemand die daar over iets wil zeggen? Ja, deze meneer. Ja, mijn naam is Hans Kes, ik ben mantelzorger en mentor. Ik zit bij de Partij van de Ouderen. Als ik kijk hoe mijn dochter op dit moment bij zorg en welzijn les krijgt, dan denk ik dat de ontwikkelingen in de maatschappij sneller gaan dan de onderwijsinstelling. De boeken kun je bij wijze van spreken elk jaar bijschrijven naar de ontwikkelingen. En zo snel zijn de uitgevers niet. Dus u zegt eigenlijk ook wat al eerder bleek, van in het onderwijs is er nog wel het een en ander in te halen eigenlijk met de werkelijkheid. Ik denk dat het bijvoorbeeld een mogelijkheid is, dat het dus de uitgevers zeg maar meer digitaal gaan werken. Dan kun je dus dingen sneller publiceren en dan kun je dus ook de lesstof daar makkelijk op aanpassen. Dus eigenlijk de ontwikkelingen gaan zo snel dat je dat eigenlijk digitaal zou moeten bijbenen. Ja. Ik zie voorin een hand als reactie misschien. Ja, ik voel me genoodzaakt te reageren. Ik ben Joma Riesebos en ik ben van het ROC van Amsterdam, dus een van die opleidingen. Het is een gegeven helaas dat onderwijs bijna altijd op achterloopt op de maatschappelijke ontwikkelingen. We lopen altijd een beetje achter de feiten aan, we doen ons best. Ik denk niet dat het is een leuke oplossing van meneer, hè, digitaal we gaan werken, zeker. Maar ik zei net ook voor de discussie tegen mijn buurman, als we het hebben over multiculturaliteit en etnische, wat zei die mevrouw zo mooi, Chandra? Cultureel sensitief. Ja, mooi, cultureel. Ja. Ik zeg wel eens tegen mijn collega's, joh, die boeken en alles, je hebt ook gewoon de leerlingen in je klas. Die komen uit heel de wereld. Die 182 nationaliteiten, die hebben wij gewoon op school. En ik denk dat wij op school, binnen het mbo, veel meer daarvan moeten leren met elkaar. Daar ben ik het zeker mee eens. En dat kan gewoon. Dat kan elke dag. Dus dat is juist die diversiteit die al in de scholen zit. Daar kun je juist van leren hoe je dat later ook in het werk terug gaat komen. Je hebt elkaar. Luister naar elkaar. Praat met elkaar. Ja. Ja. En als ik ook heel eerlijk ben, als ik kijk naar de docententeams van de opleidingen. En ik zeg, we hebben niveau 1 tot en met 4, hè. Zelf en zorg en welzijn, verzorging, verpleegkunde, we hebben alles.
Veel van die teams, ja, dat zijn dames zoals ik, 50 plus en wit, wel heel leuk hoor. Maar het is een bepaalde hoek, een bepaalde bril. Ja, en daar mag. En ik vind echt dat wij veel meer jongeren moeten binnenhalen. Zijn we ook hard mee bezig. Is ook lastig. Het, nou ja, daar kan ik allerlei dingen over vertellen. Waarom dat lastig is, maar dat snappen mensen wel, denk ik. Maar we lopen op achter. Ja, ja. Duidelijk. Dank u. Ja, ja. Mijn naam is Nadia Al-Wahabi. Ik ben Hazet Agor, transcultureel systeemtherapeut. Ik werk bij Indigo in Utrecht, maar ook als ZZP'er bij een expertisecentrum transcultureel therapie. Wat ik zelf merk binnen onze praktijk als Indigo, zeg maar, als organisatie, wanneer cliënten naar ons toe doorverwezen worden, dan we gaan vanuit dat een cliënt, dus een niet-Westerse cliënt, die al op hoogte is of er zijn ziekte bij, bijvoorbeeld depressie of angst en dergelijke. Dus we hebben bepaalde schema's. Je moet van tevoren eigenlijk al gekeken hebben op internet. Dan moet je een beetje kennis hebben gehad van je ziektebeeld. Maar juist bij niet-Westerse culturen merk je dat ze komen naar ons en ze zeggen, hè, wat is dat? Wat is depressie? En wanneer ik mijn collega hoor over bijvoorbeeld dat cliënten blijven komen, treden bij de huisartsen voor de vage klachten, dan denk ik van, hier gaat het eigenlijk een beetje mis met de communicatie. Want wanneer ik een cliënt heb met vage lichamelijke klachten, dan denk ik van, deze mevrouw heeft een scala van gebeurtenissen meegemaakt, waardoor zij dus heel erg met een zo'n zware schouder naar ons komt. En daar komt misschien die depressie vandaan. Dus ik ga met haar de geschiedenis in, de migratie, van alles en nog wat. Maar als ik bijvoorbeeld kijk hoe mijn... ik vind dat ook niet erg hoor. Bij iedereen kan verschillende soorten... iedereen kan eigenlijk profiteren van de behandeling. Maar als ik bijvoorbeeld de visie die Indigo heeft bijvoorbeeld voor deze cliënt gecreëerd, dan denk ik, het zal echt niet passen als ik bijvoorbeeld de vrouw met een depressieve klacht van niet-Westerse afkomst actief zal maken. Nou, dat gaat niet helpen. Dat zou echt niet helpen, want dan blijven die klachten gewoon... Die blijven gewoon, die lossen je niet op. En waardoor de huisartsen dus overbelast blijven raken. En dat is dus waarom ik denk van, we kijken te veel met een westerse bril naar de zorg. Ja. Waardoor bepaalde dingen ook misschien niet snel genoeg goed geïnterpreteerd kunnen worden. Klachten van patiënten bijvoorbeeld. Ja. De zorg die je geeft. En de zorg ook die je biedt. Ja. Ja. Ja, heel interessant. Ik denk dat het ook wel een mooi brugje is naar de tweede stelling. Die is namelijk... als de volgende sheet erop zou kunnen. Anders lees ik hem gewoon vast even voor. De tweede stelling is namelijk... om goede zorg te verlenen is het een groot voordeel als je als professional dezelfde culturele achtergrond hebt als de patiënt. En dat mag je ook even bedenken voor uw eigen vorm van zorg. Want je hebt natuurlijk in de GGZ speelt op een andere manier misschien in de wijkverpleging. Maar denk er nog een seconde over na en steek dan uw briefje in de lucht wat u vindt. Ik zie nu al veel oneens. Wat een beetje gemiddeld, ook wel wat eens. Nou, ik wil toch wel zeggen, voornamelijk oneens, een aantal neutrale stemmen. Is er iemand die zegt, nou, daar heb ik wel iets over toe te lichten, waarom ik dit, ja. Is dat een van de enige groene die ik ertussen zag? Hallo allemaal, mijn naam is Jessica, ik ben wijkverpleegkundige bij een thuiszorg in Amsterdam, Nikon Care Thuiszorg. En ben van Ghanese afkomst. Onze thuiszorg is ook echt doorgenezen, voorgenezen. En ik merk dat het in de communicatie wat makkelijker is. Je kan cliënten op een laagdrempelig niveau spreken. Over wat mevrouw zojuist vertelde, over de klachten die ze hebben. Problemen waar ze mee zitten. Om zodoende zorg op maat te kunnen leveren. Dus daarom ben ik het mee eens. Het helpt. Ja, ja, ja. Als je zelf de achtergrond hebt, is het makkelijker om zorg op maat te leveren. Ja. Goed aan te sluiten op de behoeftes van de patiënt. Dat is, ja. Zo, ja, precies. Ja. Iemand die daarop wil reageren? Want ik zag veel rood. Ja, deze mevrouw. Ja, ik ben wijkverpleegkundige bij Cordaan. Ik vind niet per se dat je hetzelfde achtergrond moet hebben. Omdat ik ben zelf Marokkaanse, maar ook Nederlandse.
Ik vind als ik bij iemand binnenkom, dan doe ik de intake. En dan vind ik gewoon heel belangrijk wie ik voor me heb. En is het nou Nederlands, Turks of Marokkaans? En dan kijk ik wat diegene wil. En daar probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten. En naar de individu te kijken. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus ik kan niet in een Turk veranderen of in een Hollander. Ik kijk gewoon naar de individu. Nee, dat is mooi gezegd. Maar de situatie is wat we net een aantal keren hoorden. Van, nou, soms als het wat vager is, helpt het als je dezelfde achtergrond deelt. Dan kun je wat meer inschatten wat er aan de hand is. Kent u dat? Ja, door te vragen, goed gesprekken te voeren. Ik heb heel veel Marokkaanse cliënten die Berber spreken. Dus ik spreek soms niet eens dezelfde taal. Dus gewoon in de Nederlandse taal probeer ik achter te komen wat diegene wil. En het kan ook... Ja, tuurlijk is het af en toe heel erg fijn als je een beetje de Arabisch kent. Maar nogmaals, als je aandacht schenkt en diegene die voelt dat je daar de tijd voor neemt, dan komt er al veel meer los. En ik denk dat dat echt een allerbelangrijkste iets wat je moet hebben als wijkverpleegkundige in ieder geval om bij iemand binnen te komen. Duidelijk, ja. Ik heb hier nog een reactie, Matthijs? Ja, ik ben het gedeeltelijk met u eens. maar ik merk wel dat het een groot voordeel is. Waarom zeg ik dat? De meest oudere Ghanese cliënten die wij hebben, die hebben een taalbarrière, die zijn niet zo goed geïntegreerd in de Nederlandse cultuur, Nederlandse samenleving. En om die reden vragen zij soms ook niet om hulp als ze dat nodig hebben. Het is gewoon, de drempel is te hoog voor hen om eroverheen te gaan om hulp te vragen. Dus op het moment dat zij een jonge persoon zoals ik zie en kunnen spreken, ik sta misschien met de ene been in de Nederlandse cultuur, maar de andere nog in de Ghanese, dan is er iets herkenbaars voor hen. En dat is meer uitnodigend voor hen om hulp te vragen. Het maakt het wat makkelijker voor hen om hulp te vragen. Dus dat is wel een... Ja. En zijn er wat jou betreft dan ook grenzen aan? Dat er hoe ver je gaat met je maatwerk en waar het op een gegeven moment niet meer mogelijk is? Hoe het klinkt, denk ik bijna, van dan zou eigenlijk iedereen op die manier recht hebben op hulp van iemand met een gelijksoortige achtergrond. En dan komen er toch wel weer vragen van haalbaarheid om de hoek kijken. Als we het hebben over groot voordeel, dan denk ik, ja, mocht het zo zijn, dan is het een groot voordeel. Maar mocht het niet zo zijn, dan ga je op je professionele blik, zoals mevrouw zegt. En dan ga je kijken naar hoe kan ik met iemand praten zodanig dat zij zich op hun gemak voelen. Zo goed mogelijk. Ik ga eerst even naar achter toe. Dankjewel. Ik zag je net nog aan de hand de lucht in gaan. Ik ben verpleegkundige bij Kordaan, zowel in de thuiszorg als in de interne, bij de verpleeghuizen. En Kordaan heeft al een tijdje 3 afdelingen voor islamitische ouderen die over het algemeen dementerend zijn. Het idee was om daar ook zoveel mogelijk mensen, verzorgende en verpleegkundigen te hebben van dezelfde etniciteit. En de realiteit is dat deze mensen daar niet meer willen werken, omdat er zo'n ongelooflijke druk op die mensen wordt uitgeoefend dat ze van alles moeten en dat is toch normaal en dat doe je toch en onheus bejegend worden. Dus door de eigen etnische groepen. Dus daar is ook nog wel een dingetje, zullen we maar zeggen. Ja, dus juist voor het personeel is dat misschien wel een nadeel. Dat ze zeggen van, ik vind het geen prettige werksituatie. Ja, dat gebeurt. Ja. Dank. Ik zag een reactie. Deze dame. Ja. Ik vroeg me af of het nou specifiek die culturele achtergrond is of die taalbarrière. Want dan zou het eigenlijk niet moeten uitmaken dat jij toevallig ook een Ghanese achtergrond hebt, omdat jij gewoon die taal spreekt. En dan zou je met een tolk, zoals Chandra bijvoorbeeld als voorbeeld gaf, ook een heel eind moeten komen. Ja? Ja. Oké. Okay. Dus dan is de stelling net, ja, zou je hem ook iets anders kunnen formuleren? Dan gaat het meer over de taal. Ja, taal, belangrijk punt dus. Ik zag net een heleboel handen de lucht in gaan. Ik denk dat we nog even 2 mensen iets kunnen laten zeggen. Dan gaan we weer verder. Hier vooraan. Ja, dus ik ben het er gedeeltelijk mee eens. Maar ik denk wel dat het een risico is dat je te veel gaat stereotyperen. Dat je denkt van, oh, die behoort tot die cultuur, die behoort tot die cultuur. Dus die zullen het wel goed samen met elkaar kunnen vinden. En dat is natuurlijk niet waar. Het gaat denk ik echt om de balans,
ja, zorgvuldig de balans te bewaren tussen wat persoonlijk matcht en wat dus bij individuen past en wat bij een groep past. En dit zou te makkelijk zijn. Ik zie ook wel een mooi bruggetje, denk ik, naar de volgende direct, die niet helemaal op waarde gericht is, maar meer op je eigen ervaringen. Ja, de volgende stelling is alvast even als aanloop naar de panels. Want we gaan zo naar de panels toe. Maar als het gaat over een match, kan het ook zijn dat het volgens de patiënt niet matcht om bijvoorbeeld het geslacht of de afkomst of de religie van de verzorgende, van de zorgprofessional. We gaan er zo ook over in gesprek in het panel. Maar we waren toch ook even benieuwd in hoeverre jullie dat in jullie werk zijn tegengekomen. Dus als wij de stelling hebben, ik ben wel eens geweigerd door de patiënt om mijn geslacht, afkomst of religie. We waren toch benieuwd van als dat wel eens gebeurd is, zeg dan het kaartje van eens. Als je zegt dat het nog niet gebeurt, oneens. Volgens mij is deze iets meer groen of rood. Als u... Ik zie toch ook wel wat, wel wat oneens, maar ook wel wat eens. Is er iemand die het wil toelichten, wat er gebeurd is? Achterin. Of wat er niet gebeurd is. Hoi, ik ben Gizem. Ik ben obstetrieverpleegkundige. En ik heb eens gedaan, ik ben het niet zelf. Maar wat bij ons op de afdeling verloskunde in het ziekenhuis wel, waar wij veel tegenaan lopen, is dat we mannelijke dokters hebben. En vrouwen die bevallen en dan niet een mannelijke hulpverlener willen. En bijvoorbeeld in de nachtdienst, waarbij er weinig, over het algemeen werken er meer vrouwen. Maar qua artsassistenten zijn het ook wel veel mannen. Die bijvoorbeeld de invasieve handelingen zoals vacuüms en keizersneders, die worden toch vaak door hun gedaan. En dus dan dat is echt wel een probleem bij ons, omdat ze dan geweigerd worden. En in hoeverre wij daarin mee kunnen gaan en niet. Dus dit persoonlijk als vrouw niet, maar bij ons op verloskunde als man is het best wel lastig in het ziekenhuis. En hebben jullie daar dan beleid op in het ziekenhuis? Nou, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk vrouwelijke hulpverleners bij de vrouwen te laten. Maar op een gegeven moment sta je, als je niet meer kan, sta je eigenlijk een beetje tegenover elkaar. En dan moeten er gewoon keuzes gemaakt worden. En dan wordt het eigenlijk gewoon neergelegd bij de vrouw van dit is wat we kunnen bieden. En meer hebben we eigenlijk gewoon niet. Helder. Volgens mij, ik zag hier nog een hand, geloof ik rechts. Of was het geen hand van iets toevoegen nog aan een stemkaartje? Nee. Niet per se. Zal ik toch even met die microfoon komen dan? Hey, ik ben Vijay, wijkverpleegkundige, ook bij Nikon Care. En als wijkverpleegkundige kom je het gewoon tegen dat als je een man bent en je komt in iemands persoonlijke omgeving, dat die kan zeggen van, nou ja, ik wil wel of geen man. Vaak hoop je dat het in het begin al is besproken wat de opties zijn. En nou ja, dat komt soms helaas uit van als iemand per se alleen een vrouw wil, dat het soms niet lukt. Maar je gaat wel kijken van, is dit gerichte zorg? Is dit naar wens van een cliënt? En natuurlijk probeer je als een dame alleen vrouwelijke verzorgers wilt, probeer je daarop in te spelen. Maar je stelt ze wel van tevoren op de hoogte van, als dit niet anders gaat, ja, dan kunt u ervoor kiezen om de zorg dan niet te ontvangen. Maar er moet een tussenweg gezocht worden. Dus de keuze ligt een beetje bij de cliënt dan? Nee, de keuze ligt in die zin altijd bij een cliënt, want die accepteert de zorg wel of niet. Je kan alleen als zorgverlener meedenken en opties aandragen. En dat kan zowel met de cliënt zelf als met de omgeving, om dan toch op alle vlakken, zeker als je kijkt naar culturele achtergrond, soms is het fijn als er meer familieleden betrokken zijn bij de beslissing. Dus zo ga je in het begin dan kijken hoe je dat op papier kan zetten, zodat iedereen op de hoogte is van dezelfde afspraak. Oké, okay, dank. Volgens mij interessant om hier in een panel verder over door te praten. Ik geef het woord even terug aan jou, Lennart. Nou, Helene, Matthijs, dank jullie wel. Drie stellingen die ons al een beetje op de verkenning hebben gezet van waar je tegenaan kunt lopen. Ook fijn en prettig om te horen dat heel veel van jullie hier zelf
actief verzorger en deelnemer aan de zorg zijn. En dus ook heel erg uit je eigen praktijk kan praten. We hoorden ze al her en der, want de mensen op de voorste rij willen natuurlijk ook actief meepraten. Bart Meijman, huisarts bij de praktijk Meijman en Pijbus. Mag ik jou vragen om in de gele stoel plaats te nemen? En Jomara Riesebos, hoofd loopbaanexpertise van het Hoofd Loopbaanexpertisecentrum, ROC. Ook al even aan het woord geweest bij het college ROC West. Als jij hier in het midden op de rode stoel wil plaatsnemen. En Nadia El Wahabi, zij is GGZ-agoog. En we hoorden haar ook al eventjes praten. Specifiek ook relatietherapeut. Als jij ook op de gele stoel wil plaatsnemen, dan worden de microfoons goed gericht. En dan gaan we zometeen Bart aan het woord krijgen. Jij hebt de casus meegenomen. Er werd er even gehint op een ander heet hangijzer, waar soms best sprake kan zijn van waardebotsingen. En dat is omgaan met het afscheid van het leven, de dood. En je hebt daar een voorbeeld wat je graag wil inbrengen. Ja, ik ben huisarts in Osdorp, zit een jaar of 25. En dit betreft een Marokkaanse familie die ik al lang ken. Ook wel, ik denk wel een jaar of 15, 20. Waarbij die mevrouw, die is 56, op een gegeven moment getroffen wordt, redelijk acuut door uitzaaiingen van een kanker die ineens naar voren komt. En een hele ernstige kanker met uitzaaiingen. En eigenlijk weet je wel van dit gaat u uiteindelijk niet overleven. Maar het komt natuurlijk snel voor die familie en onverwachts. En die familie, ze heeft twee kinderen en haar man. Zij spreekt niet zo heel goed Nederlands. Uiteindelijk is er natuurlijk veel ongeloof, maar toch ook van doorgaan en kijken wat er nog wel gedaan kan worden. En uiteindelijk in overleg met de specialist zou dan nog een chemokuur gedaan kunnen worden. Nou, die wordt gedaan. Het levert uiteindelijk niet zoveel op. Die mevrouw die verzwakt steeds meer. Ze is eigenlijk helemaal bedlegerig geworden. Woont 4 hoog. Is geen lift, is alleen een trap. Voor mij is het lastig, ook omdat die mevrouw dus niet zo goed Nederlands spreekt. En ik wel merk dat de man en het gezin eromheen veel al voor haar ook het meedenken. En deels ook de tolk zijn voor mij weer om met die mevrouw te praten. Dat men eigenlijk door wil gaan, zolang ze ziek is. En er altijd hoop moet blijven. En zij dus eigenlijk kijken van wat is nog een volgende mogelijkheid. En dan gaan ze nog weer een keer naar het ziekenhuis toe en de AMC. En daar wordt het ook echt gevraagd van is er nou echt niks meer mogelijk. En dus die specialisten die zitten dan ook van echt niks meer mogelijk. Eigenlijk weten die ook wel van het zal niet echt veel helpen, maar er is altijd wel iets wat misschien nog een heel klein beetje iets zal doen. En dan komen ze toch met een voorstel voor een chemokuur. Maar die mevrouw die kan er eigenlijk al niet meer toe. Er moet dus van 4 hoog moeten met de ambulance gehaald worden. Nou, dat gaat tegenwoordig. Komt de brandweer er dan bij, want die ambulances die tillen niet meer. Ondanks dat die mevrouw misschien nog 30 kilo woog. Maar dat terzijde. Dus dan moet er eerst een ambulance met een hoogwerker komen van 4 hoog. Nou, en dat is 1 keer gedaan. En de tweede keer denk je, jongen, het is wel heel belastend voor iedereen. En ook dat je zelf iets hebt van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig met z'n allen. Maar niet goed bespreekbaar. En dat een aantal dingen die mijn ervaring wel meer is met de oudere migranten is van opgeven is niet heel erg een optie. En ook voor die kinderen niet. Hè. Dus je gaat gewoon altijd door. Dus we komen in situaties terecht of dat er infusen thuis moeten komen en allerlei andere dingen wat wij helemaal niet gewend zijn. Eigenlijk. Hoe verklaar je dat? Opgeven is geen optie. Waar komt dat vandaan, dat gevoel? Ja, kijk, een van de dingen, denk ik, van wat heel erg speelt is, zo moeten we eigenlijk helemaal niet praten. Ik kom uit een cultuur en vanuit de geneeskunde hebben wij iets van, wij hebben een hele individuele cultuur. Hè? Dus het individu zeg je van, u heeft deze ziekte. Hè? Dus als wij bijvoorbeeld rondom euthanasie praten, dan zeggen wij van, het gaat om u. U bent de patiënt. Als u euthanasie wil, hè, dan gebeurt dat. Als uw familie het wil, hè, maar u wil het niet, dan gebeurt het niet. Hè. Dus het is niet uw familie die gaat bepalen van wat er nou precies met u gebeurt. Dat is voor ons, voor mij,
Heel duidelijk. Nou, dat is in deels in mijn praktijk is dat anders. De familie bepaalt veel meer rondom en beschermt ook op een bepaalde manier de patiënt meer dan dat wij gewend zijn. En zoals iedereen natuurlijk, vanuit goede wil. Dus het is beschermen van degene van, die moet misschien niet helemaal geconfronteerd worden met van, het is gewoon hopeloos, hè? Je gaat het niet meer overleven. En hoe ga je nou het laatste stukje dat je nog blijft leven, nog gebruiken om afscheid te nemen van dierbaren. Hè? Dat is een beetje zoals er ook over gedacht wordt. Dat is veel minder een idee. Het is gewoon, en het is ook niet aan de dokter om te zeggen van, ik denk dat u gaat overlijden. He, dat is Allah in principe. He, dus het is niet zo dat wij zeggen, nou, ik denk over een dag of drie dat u dood bent. He, dat doe je ook niet. Dat doen wij in andere situaties makkelijker. Maar hier moet je dat veel voorzichtiger gaan formuleren van hoe je dat inschat. En je moet toch een beetje met een omweg dingen duidelijk proberen te maken. Ja, en ik begrijp in deze casus ook dat het voor jou een worsteling is geweest hoe je omgaat met bijvoorbeeld pijnstillers en dat soort zaken. Want je wil aan de ene kant toch onnodig lijden voorkomen. Je wil niet dat iemand heel veel pijn lijdt. Ja. Tegelijkertijd is daar ook discussie over de vraag van, ja, in hoeverre moet dat niet gewoon in de handen van God blijven? En laat mij dan desnoods maar door die pijn in de handen heen van God. En het is ook wel zo, hoewel dat wel wat minder wordt, van dat je zeker met opiaten, dat het niet de bedoeling is dat je heel beneveld Allah ontmoet, zeg maar. Hè? Dus die morfine die maakt mensen wel dat ze heel erg suf zijn. Dus dat is niet iets waar men heel enthousiast voor is. Maar zeker niet iets wat men zegt van, dat het mag niet. Hè? Maar bij ons is bij wijze van spreken iets van, er wordt altijd gezegd, pijn hoef je niet te lijden, bij wijze van spreken. Hè? En dus, hè, dat is bij ons een heel hoog iets. Maar zeg maar heel gedrogeerd overlijden is, het is niet iets wat heel wenselijk is. Maar vaak, ja, het gebeurt, dan kom je er ook wel uit dat je zegt, het kan gewoon haast niet anders. Want het is te naar voor moeder of voor. Maar je beschrijft eigenlijk drie verschillen of confrontaties. Eén natuurlijk toch de manier waarop je vasthoudt aan het behandelen, terwijl je misschien zelf als arts al weet van, ja, het is hopeloos geworden. Tweede, de bescherming die de familie biedt en de vraag, ja, onderhandel ik nu met het individu of met de hele familie? En tenslotte ook nog dat aspect van hoe je nou eigenlijk precies doodgaat in relatie tot, ja, een zekere zuiverheid of een zekere, ja, onder invloed van opiaten uiteindelijk doodgaan. Drie hele grote verschillen die je bent tegengekomen. Dit voorbeeld laat dat heel scherp zien. Nadia El-Wahabi, ik wil allereerst toch even van jou horen of je deze situatie herkent en hoe jij ernaar kijkt. Het is zeker herkenbaar en hier merk je gewoon twee culturen weer, de ik-cultuur en de wij-cultuur. En binnen de wij-cultuur, je kan niet zonder familie dingen doen. En in dit geval, je familie gaat ook over jou bepalen, dat is heel erg normaal. Want als je je familie buitensluit in dit soort gevallen, dat is juist wat de kinderen heel erg lastig vinden en ze zullen dat totaal niet accepteren. Dus als iemand zo'n ziekte hoort, dan in onze cultuur bijvoorbeeld, dat wordt helemaal niet met de cliënt besproken. Want die wil hem pijn besparen en die wil absoluut niet hem laten denken aan de dood. En die doet het net alsof er helemaal niks aan de hand is. Terwijl het is wel wat aan de hand. Dus de familie bespaart eigenlijk de verdriet voor zijn ouder. Wil niet dat de ouder overlijdt en hij weet dat hij gaat overlijden. En als het gaat bijvoorbeeld om de medicatie of dingen te doen om het leven te verlengen of te verkorten, daar geloven zij. Daar geloven de meeste moslims niet in. Want dan zeggen, hoe kan een arts bepalen dat iemand dood zal gaan? Dat kan toch niet? Want je gaat dood wanneer, we noemen het in het Marokkaanse risk, dus eigenlijk wat bestemd voor je is. Dus niemand kan het voor je bepalen. Dus waar hebben die artsen erover? Dus op deze manier worden eigenlijk nagekeken hoe naar de ziekte. Nadia, je beschrijft het eigenlijk wel mooi. Je zegt aan de ene kant probeert die familie eigenlijk die pijn van die patiënt over te nemen. Ja. En probeert dat te beschermen. Ook wel heel begrijpelijk. Maar ja, ik kan me aan de andere kant ook wel voorstellen dat het voor een arts of een hulpverlener wel prettig is als je met die patiënt ook direct kan communiceren om te begrijpen, waar heeft iemand pijn? Of waar gaat nou precies dat ziektebeeld over?
Wat is dan wat jou betreft de juiste aanpak? Wat voor codes moet je nou benutten om dat toch op te lossen? Ik denk als arts ben je dan te betrokken met de cliënt. Want hij is jouw cliënt en je wilt hem heel graag helpen. Maar wanneer zijn familie dat niet toelaat om, vanwege de taal of vanwege dat ze dus die pijn willen besparen. Dat je op betrekkingsniveau laat het aan de, aan de kinderen zelf. Want we kunnen niet als bijvoorbeeld als professionals om te zeggen, nou, ik wil hier graag in gesprek met, met de cliënt. Wanneer bijvoorbeeld ik zelf cliënten krijg bij mij die in die fase zitten. En dat ze ook weten, dan belanden ze in angst. Gaan ze heel anders mee om. En als ik voor uw ex ook zeggen van, ik wil eigenlijk de cliënt wel vertellen om afscheid te kunnen nemen. Dat kennen wij niet, afscheid nemen van. Ik heb dat echt hier in Nederland geleerd. Ik kom uit Marokko, we hebben nooit gehoord van. Je moet eigenlijk weten, die gaat afscheid nemen van iemand die gaat overleden. Dan, veel mensen vinden dat eng om te doen. En het komt. Je weet dat je doodgaat ooit. Dus je gaat ook niet daarover praten. Het is een beetje taboe. Ja. Ja. Nee, kijk, voor mij hoeft het ook helemaal niet. Maar het is wel iets van, en daar kan jij straks ook wat over zeggen. Van toen ik jonger beginnende arts was, hè, en je dus vanuit een opleiding komt, dan ben je wat starrer daarin. En denk je dat bepaalde dingen volgens iets moeten zoals je het wat geleerd hebt. Heb je nog niet die flexibiliteit en ook niet. Het is deels ook wel angstig, want je loopt tegen dingen aan, hè, wat ik vertelde van ja. Moet ik daar nou twee keer per week die brandweer gaan bellen? Hè? Want de tweede keer zei die brandweer al, maar hè, hoe lang gaat dit door? Hè? Want die hebben natuurlijk ook zoiets. Wie bepaalt dat? Hè? Ja. Maar van de andere kant had ik ook wel zoiets. Jawel, maar als het iemand op de Goudkust is, hè, dan gaat hij daar wel naartoe. Hè? Dus het is ook een beetje, omdat zij nou toevallig op 4 hoogwoners, gaan we nu dan ineens zeggen, als zij dat graag zouden willen, dat je zegt van nee, dat kan nou niet, want het is praktisch gewoon een beetje lastig. Hè? Dus dat soort dingen. Maar los daarvan vind ik denk ik wel heel erg belangrijk. Ik heb dus veel Marokkaanse Turkse families. In feite is het heel prettig als daar mensen ernstig ziek zijn voor een dokter, omdat er een enorme verbondenheid is. Hè? En zoals bij deze mevrouw ook, daar is niet eens thuiszorg aan te pas gekomen. Die doen grotendeels deze het helemaal zelf. En er was ook helemaal niet een vijandige sfeer of een enorm. Soms gebeurt dat wel eens, met name dat doorbehandelen. Hè? Of dan echt te veel, dat je denkt van dit kan gewoon niet. En ik kan het ook niet echt verkopen dat het gebeurt. En het is ook contraproductief, in ieder geval in onze optiek. Maar in de regel hoeft het helemaal niet zo'n groot probleem te zijn. Als je maar wel meegaat in de waardes van je patiënten. En dat is denk ik wel iets wat je ook een beetje moet leren. Om het te zien van wat betekent het, waar staat het voor. Monique, ik heb inderdaad even gewacht voordat jij erin kon komen. Want het was goed om even zeg maar, uit te vogelen waar die verschillen in deze casus allemaal op terug te herleiden zijn. Drie aspecten die ik al even noemde. In relatie tot opleiding. En jij zet zelf ook al meteen de vraag, ja, hoe zit het eigenlijk met het begrenzen van bepaalde dingen? Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, dit is een hele interessante kwestie. En ik bekijk hem ook uit verschillende uitgangspunten. Want ik had laatst een Marokkaanse leerling, eerstejaars verpleegkunde, examen, rollenspel. Ik was de zorgvrager. Ik was zo'n mevrouw, helemaal uitbehandeld en dat speel ik dan. En dat meisje, een schat van een kind, zegt op een gegeven moment in dat rollenspel van, ja, maar u zit ook in uw laatste levensfase. Nou, ik schrok natuurlijk rot als zorgvrager, gelukkig speelde ik het. En later kwam ik daarop terug. Ik zeg, weet je wat je zegt? Nee, dat moet ik van jullie zeggen. Dus dat was voor haar, het was ook eerstejaars, net begonnen. Maar dat is een term, dat is een zin die we op de opleiding vrij makkelijk gebruiken in de lessen. He, mevrouw zit in haar laatste levensfase. Ja, dat moet je niet in een persoonlijk gesprek zeggen met een zorgvrager, he, of met een patiënt. En nu ik dit gesprek ook weer hoor, ik was dit al helemaal weer vergeten, dit voorbeeld, denk ik, oh ja. Waar het dan toch weer om gaat, wat in de vorige ronde ook al zeiden, praat met elkaar. Hé, hey, wat raken we nu? Waar gaat het om? Hoe vinden we elkaar? He, en het is elke keer zoeken. Ik zit al behoorlijk lang in het mbo-onderwijs. En je ziet dingen ook terugkomen. En dan denk ik, daar hebben we het toch al een keer over gehad? Ja, ik misschien. Maar die ander die tegenover mij zit op dat moment niet. En de leerlingen, ja, die komen elk jaar weer nieuw. He, dus
En het over het starren. Hè. Het is ook, ik denk ook mensen vaak star zijn omdat ze nog geen tools hebben om het anders te kunnen doen. Dat leer je ook niet alleen op school. Dat kan niet. Dat moet in de praktijk juist. Dus daarom ben ik heel blij met het mbo-onderwijs. Ook gewoon hup, stage lopen en het gaan doen. En van die geweldige collega's leren. En wat ik hier ook terug hoor, het is zo belangrijk dat die collega's, dat die werkvloer gedifferentieerd is, dat die multicultureel is, dat die gewoon Amsterdams is. Ja. Goed, dus in dat opzicht kunnen we in ieder geval dat deel van zeg maar, dat gesprek met die patiënten, die familie, daarvan kun je zeggen, nou, dat gaat gewoon echt om invoelendheid, meebewegen, begrip hebben voor die verschillen van cultuur, waarbij de familie eigenlijk probeert de angsten en de pijnen over te nemen van die patiënt in kwestie. Nou, jij zegt ook, inmiddels door 25 jaar ervaring kan ik daar veel beter mee omgaan. En is het niet een kwestie van star toepassen van wat je hebt geleerd. Maar we raken ook nog op iets anders, namelijk begrenzen. Bart, jij gaf al aan, ja, die tweede keer telefoon met die brandweer voelt al wat ongemakkelijk. Hoe ver ga je door? Datzelfde geldt voor het nabehandelen. Als die familie toch blijft vasthouden, nog een chemokuur. Nog een keer naar dat AMC. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zorg je toch ook voor dat dingen toch ook duidelijk gemaakt? Op school gebeurt het ook heel veel. Ja? Gewoon een heel klein voorbeeld. Dat leerlingen zelf al met een verkoudheid meteen al naar die dokter rennen. En dan ook nog liefst de hele ochtend vrij zijn natuurlijk. Maar dat drie keer in de week doen. Dat ik zeg, joh, wat doe je nou? En zeker als ze dus op een opleiding binnen zorg en welzijn zitten, trek ik het ook door naar hun praktijk. Ik zeg, maar dan kom je weer op het gesprek. Ja, nou ja, het kan wel iets ergs zijn. Ik weet niet wat ik heb. Maar ook daarin begrenzen. We beginnen daar meteen mee. Van, nou, wachten we even een paar dagen. En, dus het begint al bij jezelf. En dan kom je op zo'n casus als deze. Ja, hoe ver ga je? Nou ja, dat wilde ik ook aan jou vragen. Kijk, voor mij voelt het een beetje dubbel. Ik zeg het maar even heel zwart-wit misschien. Mm-hmm. Dat je aan de ene kant zegt, ja, we moeten op Allah vertrouwen. Die bepaalt dat. Maar aan de andere kant, elke mogelijke methodiek die nog zou kunnen helpen om het leven te redden, waarmee je dus klaarblijk toch zelf regie wil voeren, pak je wel aan. Hoe zie je dat? Ja, dat is inderdaad lastig. Want vanuit, als we kijken bijvoorbeeld naar de eerste generatie, mensen is gefocust op ik wil alles hebben die mij kan genezen. En binnen de Marokkaanse regime, in Marokko bijvoorbeeld, als je ziek bent, dan ga je naar de dokter en dan krijg je zoveel medicatie. Dat is echt zo. En hier, wanneer dus mensen naar de huisartsen gaan en ze krijgen paracetamol als ze griep hebben, dan is het een heel groot probleem. Want dan is de arts, dan neemt de arts... Zijn teleurgesteld dan. Teleurgesteld. Ja. Dus, ja. Geen goede dokter. Je krijgt niet genoeg. Geen goede dokter. En dat hoor je heel vaak. En wij zijn dus degene die de brug creëren tussen de wij- en de ik-cultuur van nee, hier werkt het anders. Hier gaan we anders met medicatie om. Hier zijn andere... alles is anders. Dus de wij en de ik, die zijn absoluut de tegenovergestelde van elkaar. Dus ik zou zeggen, betrek ook behandelaars van eigen... van dezelfde identiteit. Heel veel mensen komen bijvoorbeeld ook met vragen over de doodstellen van een vrouw bijvoorbeeld die plotseling haar man verliest. En binnen twee weken was hij al dood. En dan komt ze bij mij, maar dat wisten wij helemaal niet. En wanneer ze aansluiting vindt bijvoorbeeld bij iemand die haar taal spreekt en ook de dood, over de dood durft te praten en haar op haar manier, zeg maar, en ook gericht op religie, dat geeft ook heel veel steun. Dus, zou je dat helpen, Bart, dat je bij wijze van spreken iemand naast je krijgt? Er werd ook al even in een ander voorbeeld gezegd, je hebt eigenlijk een vertaler nodig om toch beter te kunnen doordringen of een beter gesprek mogelijk te maken? Nou, dat gebeurt ook wel. Hè? Dat is soms, we hebben ook wel met de imam, dat we in West daar soms mee praten. Of er is ook bij het ziekenhuis een moslim geestelijk begeleider die daar verhalen over, of verhalen, maar gewoon inzichten vertelt. Dus het gaat niet zo heel graag. Ik denk dat het moet echt een redelijk gecompliceerd geval zijn dat je zegt van nu ga ik zo iemand echt erbij halen, hè, om dat te bespreken. Want het is een beetje wat ik zeg. Kijk, jij vroeg net van begrenzen, maar begrenzen, grachtengordel mensen begrenzen, is misschien nog wel lastiger, hè, dan dit begrenzen. Dus tot het gaatje. Ja, die gaan zeker tot het gaatje. En hè, dus de begrenzen is gewoon een onderdeel van
dokter zijn of überhaupt in de zorg zijn. Dat is constant, omdat mensen en angst hebben. Hè? Er spelen allerlei motieven waarom mensen dat doen. Hè? En daar zul je een beetje begripvol mee om moeten gaan. En je zult ook vertrouwen moeten hebben. En in dit soort gevallen, kijk, je kunt ze begrenzen door aan te geven dat het uiteindelijk niet goed voor moeder is om dat te doen. Hè? Dat jij dat als dokter ziet. He, dus niet zozeer van, want dan gaat ze eerder dood. Of dan neemt ze gewoon niet goed. Zij gaat lijden of door dit soort dingen als we dit soort handelingen gaan doen. En als ze jou vertrouwen, dan zullen ze dat meer aannemen. Omdat ze natuurlijk ervan uitgaan dat jij daar staat om hun te helpen. En dat, dus dat heel restrictief zijn van ja, wacht eens even, weten we wat het kost, een brandweerauto of zo. Dat gaat natuurlijk helemaal niet werken. Nee. En, Bij niemand hoor. Nee. Ja. Juist bijvoorbeeld, ik hoor heel veel cliënten bijvoorbeeld waarvan de vraag wordt, werd er morfine gegeven in de laatste stadium? Heel veel patiënten die in die laatste stadium zijn, die willen ook geen dit soort medicatie niet of dit soort bijvoorbeeld morfine. Dat is ook anders. Mensen beleven het heel anders hoe zij willen doorgaan. In de islam bijvoorbeeld wordt gezegd, hoe meer je lijdt, hoe je meer... Hoe meer naar de hemel gaat. Dus ze kijken op een hele andere visie naar dingen dan bijvoorbeeld... Dus je zegt, die pijn dat is onderdeel van een soort heroïek... Ja. Waardoor je toch ook wel dichter bij God zal eindigen. Dus dan heb je dat ervoor over. Ja, ja. Dit zijn ook dingen die ook verschillen, zeg maar. Ja. Maar bij jullie praktijk hebben jullie ook POH, praktijkondersteuner. Ja. Ook alle... Van niets-westerse... Nou, we hadden, dat is een project geweest, dat waren die VETC'ers, voorlichters eigen taal en cultuur. Dat was een mooi project, die konden we dus inzetten. Hadden we ook een Marokkaanse vrouw, die dan met name voor juist die culturele dingen. Maar dat is allemaal een beetje wegbezuinigd. Maar, Nou, in Utrecht hebben we echte POH's. Dit zijn dus de praktijkondersteuners. En daar werken psychologen, gz-agogen, gz-psychologen. Die kunnen altijd daar werken. En het gaat hartstikke goed. Voornamelijk bij de praktijken waar heel veel niet-westerse culturen wonen. Dus het zou maar ik zie die niet zo. Wij hebben die ook. Maar ik ga ondertussen even kijken of er vragen uit de zaal zijn. Om deze casus nog wat verder te verrijken. Dan begin ik even met u. Dan kom ik daarna bij u terecht. Ja, gaat u gang. Ik zou het een beetje willen relativeren. Ik ben inmiddels een oude vrouw. En 44 jaar geleden in Nederland kwam het ook echt voor, hoor. Het woord K, zeg maar niet tegen moeder dat ze K heeft, hoor. En ook toen had de kerk ook nog een enorme invloed. En was lijden, dat hoorde er niet alleen bij, dat had je maar gewoon te ondergaan. Natuurlijk niet bij iedereen, maar dat was bij een heel groot deel van de bevolking was dat gewoon nog zo. Dus ik wilde maar mee zeggen dat ik denk dat het ook een generatieding is. En iets heel anders is dat ik het er heel erg mee eens ben dat er heel goed met mensen gecommuniceerd moet worden. Want ik heb dus echt in de praktijk al twee keer meegemaakt dat mensen wel hebben gekozen voor palliatieve sedatie. Ik ben bij die gesprekken geweest. Ik heb gezien hoe uitgebreid die huisarts dat uitgelegd heeft. En het was heel mooi om te zien. Iedereen zat om het bed heen te bidden. En toen de persoon in kwestie was overleden, hebben ze 112 gebeld, want toen moesten gereanimeerd worden. En je kunt erom lachen, maar dit was uiterst pijnlijk. Kun je uitleggen waarom dat gebeurde? Omdat dan toch dus weer, vooral van de oudere mannen, het ging om een man, en de mannen die daar aan het, tenminste zo is het bij mij uitgelegd, toch weer dat de gedachte van je moet er alles aan gedaan hebben. En het gaat niet om domme mensen, ze hebben volgens mij echt heel goed begrepen hoe het uitgelegd was. En ze wilden ook niet meer dat die meneer zo leed, want hij was ontzettend aan het kreunen en huilen en hij had echt heel erg pijn. Dus dat wilden ze ook niet. Maar toen hij eenmaal overleden was, toen was het huis te klein. Brandweer, ambulance, politie. Nadia, kan jij daar verklaring aan geven dat het bij wijze van spreken toch opeens de shock is van het is echt? Is dat dan de respons? Ja, dat... Dat zou ook precies gebeuren bij de Marokkaanse cultuur op deze manier. Zeg maar, wanneer je iemand tot als laatste moment helpt en opgeeft, dan zullen de kinderen of de omgeving
heel veel vrede hebben. Want dan hebben ze zoiets van, ik heb mijn best gedaan tot hij overleden is. Ja. Als ik tenminste de vraag heb goed begrepen. Ja, dat is daar een onderdeel van. En tegelijkertijd, dat was wat u daarvoor zei, moeten we het ook in een historisch perspectief zien en hoe het zich ontwikkelt. Ik ga een paar mensen de gelegenheid geven. Ik had u in ieder geval op het vizier en dan loop ik zo naar voren. Even kijken of ik heel even bij u mag komen. Ja. Dag, ja. Ik heb een vraag voor Bart. Het is een duidelijk voorbeeld waarin veel gevraagd is van zorgverleners en andere omstanders. Maar is er volgens jou ook sprake van, had er een grens eerder moeten worden gesteld? Is er een grens overschreden in de mate waarin er zorgvraag of een beroep is gedaan op de zorg? Want dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat is me nog niet helemaal helder in dit voorbeeld. Nou, nee, dat vat ik relatief heel erg mee. Er is twee keer uiteindelijk overbodig, maar in ieder geval kuren gegeven en het vervoer daar naartoe. En dat is eigenlijk wat er dan te veel is. Het is meer trajecten naartoe, dat je steeds het gevoel hebt van, je zou eigenlijk willen bespreken van hoe ingewikkeld en in feite uitzichtloos op verlenging van leven de situatie is. En daarin voel je je gewoon beperkt, hè, in mijn rol. Maar ik denk in vergelijking met heel veel andere patiënten die ik heb, die zeg maar terminaal zijn, daar wordt enorm veel zorg wel of niet aangegeven. En die gaan ook naar de AVL toe. En, hè, dus het is niet zozeer dat er meer zorg gegeven is. Oké, nou, helder antwoord. Even kijken, u had ook een vraag? Ja. Wat ik wilde zeggen is dat dit eigenlijk een goed voorbeeld is van de stelling van, kijken wij niet met een westerse blik of bril naar hoe wij zorg verlenen. Ik ben zelf slamitisch en ik herken datgene wat u zegt. Maar aan de andere kant vind ik ook eigenlijk dat er ook gewoon gekeken moet worden. Oké, van het gaat vaak om vertrouwen. En natuurlijk vindt de familie het belangrijk dat er alles aan gedaan moet worden. Dat iemand blijft leven. Maar aan de andere kant is ook in hoeverre betrekken wordt de familie ook daadwerkelijk betrokken bij bepaalde beslissingen. En wat ik zelf ook heb meegemaakt is wel dat dus vanuit een dokter of een arts dan wordt gezegd, ja, maar dit is hoe wij het doen. En u zei zelf ook van, ja, wij zijn het zo gewend. Terwijl ik denk van, nou ja, wat is eigenlijk wij? Want wij is iedereen hier in Nederland. En de referentiekader van mensen is toch wel anders. En op het moment dat je, als je al weet dat een familie, dat iemand zeg maar belangrijk vindt dat de familie bij betrokken wordt, dan vind ik eigenlijk dat je dat als professional ook moet doen. En vanuit dat oogpunt gekeken moet worden van, oké, van waar gaat het hier nou over? Want als echt het gesprek wordt aangaan, kom je wel vaker uit. Wel, maar daar wil ik wel één ding op zeggen, want ik ben het er helemaal mee eens hoor. En ik vind ook dat je in principe je daarvoor toe moet inzetten. Maar je moet niet onderschatten hoe vaak binnen die familie zelf onenigheid bestaat over wat er nou precies moet gaan gebeuren. En dan zit je dus in een lastige situatie, want wie moet je dan precies gaan volgen van die familie? En de patiënt zelf kan je niet helemaal vragen. En dat is dus wel een lastig iets. Kan je daar zelf een antwoord op geven? Want hij heeft dan inderdaad dat dilemma. Nee, dat klopt. Ik heb dat zelf zeg maar ook met een sterfste geval meegemaakt binnen mijn eigen familie. En ik ben, ja, wat ik al zei, ik ben ook islamitisch. Maar en het was twee keer aan toe. Aan de ene, bij de eerste keer was het meer van, dat eigenlijk een dokter of een specialist de keus al had gemaakt. Van, diegene gaat het niet overleven, dit is hoe wij het hier doen. En bij een ander vond ik het zelf uiteindelijk veel prettiger, werden wij wel bij betrokken van, oké, de kans op overleven is eigenlijk minimaal. We kunnen wel morfine of wat dan ook doen, maar dat helpt niet. Wat vinden jullie daarvan? Hoe staan jullie daarin? En op het moment dat iemand wel input heeft, dan laten ze ook eerder los. En dan gaan zij maar onderling het uitvechten, maar dan sta jij er niet meer tussen. Maar op het moment dat een dokter gewoon komt en zegt, dit is hoe wij het doen, dan zie je wel eigenlijk een weerstand. Dat is wel wat vaker. Word je onderdeel van het conflict, als het ware. Ja. Oké, nou dat is helder. Even, u wilt heel kort even reageren, dan ga ik naar voren. Nou, sowieso vind ik dat wij als zorgprofessional te laat worden ingezet. Dat merk ik in de wijk. Dan is eigenlijk al het laatste fase waar we het dan over hebben al aan de gang. En dan u had dus eerder willen worden geïnformeerd, ja, door de familie?
dat je door de huisarts wordt ingelicht of door het ziekenhuis. Dat wij als wijk ook, wijkteam ook als wijkverpleegkundige daar binnenkomen. Dat is één. En als tweede, ik had laatst wel een situatie. Als er goede contact is met de huisarts. Dat had ik dus bij deze. Een hele warme contact. De morfine werd ingezet, Haldol werd ingezet. En dat, ik vond het heel mooi om te zien. De cliënt werd wel gewoon de morfine toegediend, de Haldol ingediend. En iedereen was daar heel, ging er heel mooi mee in. En ik denk dat het kwam door een goede communicatie. Nou, dan geeft hij al bijna aan. Het betekent dus ook dat je op tijd in zo'n proces met elkaar moet gaan. Dat als het te laat is, komen de weerstanden ook sterker naar boven. Als je te laat binnenkomt, dan ben je al niet meer de vertrouwenspersoon die je zou moeten zijn. En dat, ik denk dat dat al de eerste stap is die je moet zetten. Goed, helder. Ja, Suzanne? Een vraag aan Nadja. Ik denk dat de imams en islamitische geestelijke verzorgers van onschatbare waarde zijn in dit soort processen. Ook om ze aan de voorkant van die processen te betrekken. Dat zie ik zowel in een ziekenhuiscontext als een langdurige zorgcontext. Die doen fantastisch werk. Een van hen heeft mij eens uitgelegd dat die conflicten soms ontstaan bij migranten, bijvoorbeeld Marokkaanse migranten, vanuit een soort handelingsverlegenheid. Ze willen handelen naar het geloof, maar ze hebben zelf niet meegemaakt bijvoorbeeld hoe het sterfproces van hun grootouders. En hebben niet veel feeling met best practice of wat verschillende interpretaties van een tekst uit de Koran zou kunnen zijn. En kunnen daardoor in een soort kramp geraken. Doe ik het wel goed? Ja, en daardoor heel erg vasthouden aan bepaalde principes. Dat is althans wat deze betreffende islamitische geestelijke verzorger mij vertelde. En dat dan een taak van zo'n verzorger zou kunnen zijn om te laten zien, dus niet te dirigeren richting een bepaalde beslissing, maar te laten zien van zo kun je deze tekst interpreteren en zo interpreteren mensen deze tekst. En dat is niet noodzakelijk in conflict met bijvoorbeeld het verlichten van lijden. Klopt die interpretatie volgens u? Het klopt helemaal, want dat is ook precies wat wij doen binnen van ouds mijn kader als systeem of relatietherapeut. En GZAGO, zeg maar, wanneer cliënten komen, dan merk je dat heel veel ontwetendheid en heel veel taboe is rondom het thema dood überhaupt. Heel veel mensen vinden het eng, dan praten we niet over. En omdat we ook die processen niet mee hebben gemaakt uit Marokko, dan heb je al angst om te horen dat je moeder al overleden is en je zit hier in Nederland. Dus hij heeft helemaal, ja, die context klopt helemaal. En daarom denk ik van in zulke processen, ja, neem ook expertise van en zo'n imam of van GZ-instellingen waar ook transculturele psychologen werken. Dat is allemaal een verrijking. En ook het buurtteam en de huisartsen, inderdaad, ze doen ook prachtig werk. En dat is ook zo. Nou, kwam deze vraag natuurlijk net ook al even aan de orde van, ja, wat is daarvoor nodig organisatorisch, maar ook kostenwise? Is dat iets wat je makkelijk kunt organiseren, ook als huisarts bijvoorbeeld? Heb je de middelen via een verzekeraar of vanuit het buurtgebonden budget en dat soort dingen om eerder wijkteams in te schakelen, om zo'n geestelijk verzorger in te schakelen? Zijn er barrières of is dat eigenlijk heel makkelijk te organiseren? Nou, een wijkteam of een wijkverpleegkundige zeker is geen enkele barrière in principe. Geestelijke, ja, die moet je wel kennen natuurlijk een beetje. Als je iemand erbij vraagt, van, dan wil je toch wel een beetje weten van, wat kan ik ervan verwachten en wat ga ik erbij hebben? En mensen moeten er ook open voor staan. Het is niet zo dat heel veel mensen zo'n behoefte aan hebben in een laatste stukje van hun leven om heel veel mensen nog die ze helemaal niet kennen erbij te hebben, omdat jij denkt dat je daar baat bij hebt. Hè? Dus mensen praten wel heel makkelijk. Je moet die erbij halen, die. En er zijn tal van organisaties die expertise hebben. Het is ook de intimiteit van iemands huis met een betrekkelijke. Ja, natuurlijk. Ja, ja, oké. Opmerking of een vraag aan deze kant? Ja, ik wilde eigenlijk even terugkomen op wat er eerder werd gezegd, ook over het belang van communicatie en dergelijke. Ik doe onderzoek bij VU Medisch Centrum en ik doe onderzoek onder artsen over twijfel en morele dilemma's bij het wel of niet aanbieden van een behandeling bij oudere patiënten. Dus het gaat niet zozeer over culturele diversiteit, maar dat wordt wel vaak benoemd in de interviews die ik hou.
En wat ik grappig vind, is dat alle artsen weer hun eigen best practice meenemen. Dus open communicatie en gesprek over waarden en dergelijke, dat hoor ik heel veel. Maar ik hoor ook artsen die zeggen van, nee, je moet gewoon zeggen het is medicinloos, dus we doen het niet. En dat is weer hun best practice die ze meenemen. Dus ik vind het heel grappig dat daar ook weer zoveel diversiteit in best practices zit. En ik denk dat we daarmee ook weer terugkomen bij de eerste presentatie. Dat het uiteindelijk altijd nog gaat om individuen. En dat, dat daar zoveel diversiteit in is. En dat dat uiteindelijk maakt of iets aansluit bij die ene patiënt of niet. Maar nou geef je ook meteen een mooi voorzetje voor de wat concluderende kant van deze middag. Want je zegt daarmee natuurlijk ook dat er best wel wat gevraagd wordt rondom de invoelendheid, de sociale intelligentie van mensen die zorg verlenen. En we hebben natuurlijk een eindeloos discussie in het land over waar al die mensen zijn die die zorg moeten verlenen. Ik denk dat jij dat ook als opleider natuurlijk heel goed weet. Het is dan niet zo makkelijk om de goede mensen op de juiste plek te krijgen. Nee, dit is weer een andere competentie. De markt trekt aan, maar ja, we hebben nog steeds een tekort aan studenten. Ja. Ik bedoel, en daar hoe krijgen we dan toch dit soort van toch hele belangrijke voorwaarden en criteria in de zorg? Want het is mooi dat je dat ook naar boven haalt van mensen die nu op dit moment al zorg verlenen en daar dus heel verschillend over denken. Nou kijk, een beetje schot voor open boeg misschien. Daarom had ik het net ook over Amsterdam. Ik ben blij dat ik hier woon en dat ik hier straks mijn zorg ook krijg. Omdat wij hier wel de kansen hebben. Het aanbod van studenten is zeer gemêleerd in de achtergronden. En daar ga ik ook echt prat op om ook daarmee te zeggen van daar moet je ook van leren. En wat ik ook zie, vind ik ook heel mooi. Bijvoorbeeld, ik heb laatst kennis gemaakt met Senza Zorg. Dat is een instelling in Amsterdam. Die heeft alleen maar mensen in dienst met een multiculturele achtergrond. Maar die verlenen ook alleen diensten aan dezelfde groep. Dus dat is wat de Ghanese mevrouw ook zei. De één op één, hetzelfde cultuurachtergrond. In het begin dat ik dat hoorde, dacht ik, moet het nou? Maar eigenlijk is dat ook weer een mogelijkheid. En dat vind ik mooi. Van, zorg voor een heel gevarieerd aanbod. En maak daar gebruik van met z'n allen. En daarbij, en dan moet ik even denken aan wat jij zei over het hanteren van protocollen en regels. Kijk, een protocol is leuk voor in de la. We moeten elkaar wel handvaten bieden. En ik vind juist, stel jij heel duidelijk, kijk weer naar Karima, je handvaten, je visie op. Maar zorg ervoor dat je daarbinnen ruimte creëert. He, om juist weer die ingewikkelde situaties, om daar het met elkaar over te kunnen hebben. Ik moet een beetje denken, dat klinkt heel raar, aan governance regels. Dat is de regels op toezicht, hè, van bestuur. Maar dat is een hele simpele. Je past iets toe of je legt uit waarom je afwijkt. Dat heet dus ook pas toe of leg uit. Nou, dat zo bedoelde dat ik, denk ik. Ja. En ik denk, dat is eigenlijk een hele mooie, het is een mooi voorbeeld. Het tweede wat jullie vanmiddag eigenlijk allemaal meegeven is dat als je een team zo divers mogelijk maakt en daarbinnen er ook een cultuur is van openheid, dat je dingen met elkaar kan wisselen, dat het leren dan heel snel gaat en dat je ook heel vaak voor ingewikkelde casus toch een oplossing vindt. Dat vond ik ook een mooie conclusie van vanmiddag. Derde is natuurlijk toch die brede sociale intelligentie die je moet ontwikkelen om die invoelendheid te hebben. Er werd al even gezegd, begin op tijd. Zeker in deze voorbeelden, waarbij je een vertrouwensband nou eenmaal niet meer in die laatste twee weken van iemands leven opbouwt. Dat betekent dus ook, ken elkaar in een wijk, heb die netwerken. En door die decentralisering is dat natuurlijk allemaal weer overhoop gehaald. Maar begint het langzamerhand, natuurlijk neem ik aan, dat stof toch langzamerhand weer een beetje neer te dalen. Dat het weer mogelijk is om dat te organiseren. Dus dat biedt ook weer hoop voor de toekomst. Maar je geeft tenslotte wel aan, in Amsterdam is misschien ook wel een unieke situatie. In Utrecht geldt dat misschien ook wel. Ik moest ook onmiddellijk weer even denken aan die middelgrote steden. Of die kleinere enclaves waar dat natuurlijk allemaal veel minder goed geregeld kan zijn. Waarbij je zelfs de luxe hebt tussen haakjes om door een hele specifieke doelgroep van een gemeenschap elkaar te laten vinden en helpen. Desondanks, volgens mij heel veel gewisseld. Op een manier waarop het niet heel hard heeft gebotst, maar wel ontzettend veel is uitgesproken. Maar wrijving geeft glans. Wrijving, hè? Geeft glans. Ja, maar vind ik echt. Maar ik wil jullie allemaal heel erg bedanken in het panel. Maar dat geldt eigenlijk ook voor jullie allemaal aanwezig. Dank jullie wel voor je komst namens de Bali en Diversity. Tot ziens. Ja.